In het TD Waterhouse Center in Orlando, Florida, is de vraag: wordt Orlando als achtste geëindigd in het oosten de derde nummer 8, Gordan Giricek? Die tot nu toe enigszins tegenvallend geacteerd heeft in de playoffs voor Orlando, waar hij het in het reguliere seizoen een stuk beter deed. Ja, in het seizoen scoort hij 14 punten en in deze playoffs zit hij op 7 punten. Dat is dus, ja, die missen ze toch wel, want ze hebben scorers nodig naast McGrady. 1997 tegen Atlanta won Detroit dus uit in de playoffs. Daarna 12 playoff wedstrijden op vreemde bodem verloren. En ze moeten vandaag. Ze moeten om niet uitgeschakeld te worden in de eerste ronde. En voorlopig staan ze op een 4-0 achterstand tegen meneer Giricek. Eerder sinds 1984 in een format van 16 teams in de playoffs wordt gespeeld. Ging de nummer 8 door naar de tweede ronde. Billups staat helemaal vrij om de driepunter te nemen. En die knalt hij erin, waardoor de achterstand van Detroit slinkt tot 1 punt. En driepunters, dat is het grote probleem van Chauncey Billups tot nu toe in deze playoffs. 4 uit 28 voorafgaand aan deze wedstrijd. En daar, via het bord, is de coole Tracy McGrady. En dat was Doc Rivers, de coach van de Orlando Magic. Die schoten vertrouw ik nooit. Het zijn 2 punten, maar ik denk altijd, die nooit met het bord willen schieten. Die knalde zo hard tegen het glas aan. Ja, ik leerde altijd met het vakje gebruiken. Dan gaat hij er altijd in. Ja, ja. Maar daar had jij nooit een boodschap aan, Kees, of wel? Jawel, maar dat was ook wel zo vroeger met die hele zachte plastic borden. Maar dit is keihard glas en dat is ongelooflijk moeilijk. Nou, nu doet het iets zonder. Ja, precies. En goed. En 3 punten voor hem en het is 11-5 voor Orlando. De blik wordt nog wat cooler. Cooler. En in the first 5 minutes. Well, it certainly doesn't take a lot to get this guy going. But when you rise up from the elbow and you bank it in, you say, okay, that's a freebie. Let me show you what I can do. Up, over, you look at the release point. Boy, you can't play much better defense than that. And you can tell, backing up, that is good. Orlando trying to win a series for the first time in 7 years. Early up 6 in game 6. Tracy McGrady, 8 of 20 shooting in the last game. Maybe a 4 shot. Got a good break and got him going here tonight. Well, the guy is so tough to guard because he's just so long. And you can play good defense and he can get off good shots on you. Why? Watch him right here. Curry gets up and watch how high he gets up off the ground. He's up over to Clark's knee right there. Mm. It doesn't matter. And that's tough. And when he gets it going, you got to run guys at him, because once he takes them off the floor, it's not you defending him. It's basically him defending himself, whether he's going to make or miss. Michael Curry picked up 3 early fouls in game 5. Tayshaun Prince came in, did a good job defensively, but Detroit made the physical tone apparent early on. That has not been the case. Plays a little shorter than DeClercq. Off the ball, missed, the Pistons can tie. Or take the lead with a 3. Halfway through quarter number 1. Oops. Billups left free, and Detroit takes the lead. So Chauncey Billups, who in 5 games hit 4 three-pointers, has 2 in the first half of the opening quarter tonight. And the Pistons have scored the last 7. Gooden tries to stop the run. 3 years at Kansas. All-American last year. One of the best rookies in these playoffs so far. Hamilton, nobody stopped the ball. And Rip is trying to, as I said before, run Gordon Giricek out of his black shoes tonight. Well, good job of pushing up the ball that time. You don't have to take a shot, but push it up until it's available. Gooden once again. One thing that Gooden has shown as a rookie, he's not afraid of Ben Wallace. He has gone right at Wallace aggressively, especially in the half court offensively. Look at this. Phillips. Jacques Vaughn didn't stop the ball, and Doc Rivers pleaded with Jacques Vaughn at the shoot-around this morning. No trailing Chauncey. In his face. Ball pressure, and they couldn't put the ball pressure on there. And who is loved here in Orlando, as Doc Rivers talks to 1 point guard Jacques Vaughn. He brings in Darrell Armstrong, age 34, an undrafted guy who has come to this franchise over the years and brought high energy and solid point guard play. And he's been the difference for Orlando in this series. Not my words, the words of the coach, Doc Rivers. Chauncey Billups has hit 3 threes in the first quarter. That is a huge difference for the Pistons.
right on top by four. Armstrong lost it and put it off the baseline. Here's Michelle Tafoya. Well, Daryl Armstrong into the game, taking on Chauncey Billups in that man-to-man. They really love playing against each other. They say there's no trash talk. It's just classic, good old-fashioned basketball. Chauncey complimented Daryl Armstrong, saying there's no one who plays every single possession as hard as he does, and that's why I consider it a challenge and somewhat of a privilege to play against this guy. It should be a fun matchup, guys. Billups trying to put the challenge over Armstrong. Drew Gooden with... He wants them to pass it more, even passing up some wide open shots to use a little more clock, get into the rhythm of their offense. He said play free and play smart, guys. McGrady rises up over Wallace and knocks it down. On the other end, Wallace, a 45% shooter, hit both of his free throws. Tayshaun Prince, and we'll undoubtedly see him off Rick Carlisle's bench at some point. The first round draft pick of the Pistons played some very solid minutes in the game 5 win. Billups for a 4-3-pointer of the quarter. So 4 all series, and he makes 4 here in the first 9:20 tonight. En een maal uitverkocht. Ze stonden zelfs op kruispunten met kaartjes te zwaaien. En op een paar honderd plaatsen na zit het TD Waterhouse Center vol. 27-21, laatste seconden van het eerste kwart. 6 punten verschil. Billups kan de voorsprong vergroten voor Detroit. En dat doet hij. Chauncey Billups. 5 raken 3-punters uit 5 pogingen. 30-21. En de poging van McGrady. Net niet bij de ring. 18 punten voor Chauncey Billups in het eerste kwart. 12 van zijn ploegmaatjes en dan kom je op een totaal van 30. En Orlando stelt er daar 21 tegenover. Een bijzonder aardige eerste 12 minuten afgeleverd door de Detroit Pistons. Nou, die meneer heeft er in ieder geval nog vertrouwen in. We hebben 1 kwart gespeeld. En beginnen aan het tweede. McGrady, nee. Verdedigd door Okur. McGrady, weer niet. Hij zat er heel dichtbij. Pakt fantastisch zijn eigen rebound. Een prachtige beweging nog een keer met die fout. Maar hij heeft de pech dat hij uit de basket rolt. Dus houdt 2 vrije worpen over. Persoonlijke fout was voor Tayshaun Prince. Winnaar van deze serie speelt tegen de winnaar van de serie Philadelphia New Orleans. Dit is Chauncey Billups. Billups, zesde jaar NBA. Detroit is alweer zijn 5e ploeg. Die zit dus natuurlijk dicht op zijn huid omdat hij die 3-punten raak heeft geschoten, die 5-5. Dus dan maakt hij een drive. Een goede paas. Oh, McGrady. Tracy McGrady. Hij heeft een klein stukje gemist. We gingen van 32-22 naar 36-24. En door McGrady is het nu 36-26. 10 punten staat de Magic achter. McGrady heeft er 10. Hamilton. Tekort. Hamilton, aanvals rebound. En nu van wat dichterbij. Is het wel raak. Hamilton 12 punten. Billups aan de kant. Ja, Hamilton is heel belangrijk voor de Pistons. Is gewoon een topscorer. 3 fouten voor Tayshaun Prince in 4 minuten. Speelde niet in wedstrijd 4 die Prince. Maar in wedstrijd 5 had hij een persoonlijk record. 15 punten en een evenaring van zijn persoonlijk record waar het de rebounds betreft met 6 stuks. Dat deed de rookie dus goed. Het leverde een uitstekende bijdrage aan die ruime overwinning van Detroit, deze Tayshaun Prince. Gooden. Terug naar Armstrong. Gooden moet iets gaan doen, maar wordt stevig geblokt door Ben Wallace. En het blok aan de andere kant van Drew Gooden. Omdat Clifford Robinson niet in de gaten had dat de man met de haarband
die hij zelf ook draagt trouwens, aan kwam vliegen. Dat is een aanvallende of een verdedigende fout. Dat is op zich best is goed. Robertson die baalt van en die ziet wel de screen komen. Die knalt er recht helemaal doorheen. Hier komt dat blok nog een keer van achteren. Goed getimed. Helemaal clean. Nou ja, van achteren zo hard op die bal slaan. Die komt de andere kant. Ja, die is sowieso clean.